Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vooral boven de noordelijke helft van het land is het vanochtend bewolkt en grijs. Het is wel overal droog en in het zuiden van het land schijnt toch vooral de zon. En de zon die gaat zich in de loop van de ochtend ook in het noorden op steeds meer plaatsen laten zien. En uiteindelijk schijnt vooral vanmiddag ook daar gewoon de zon. De temperatuur ligt aan de zachte kant voor de nachten met zo'n 10 of 11 graden. En loopt dan vanmiddag op naar 16 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het binnenland. De noordoostenwind is daarbij wel matig tot aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Vanavond wisselen zon en wolkenvelden elkaar eerst af. Later zijn er veel opklaringen en de temperatuur die daalt uiteindelijk vannacht naar ongeveer een graad of 9. En morgen dan wordt het opnieuw een mooie lentedag. Opnieuw wolken en zon. In het zuiden van het land zijn wat meer wolken en misschien dat in het binnenland ook een enkel buitje kan vallen. De temperatuur loopt op naar zo'n 14 tot 18 graden. Maandag doet het kwik dan een flinke stap terug. Dan wordt het ongeveer een graad of 13 en valt er vooral in de ochtend lokaal een spatje regen. Dinsdag en woensdag is het overwegend droog, maar de temperatuur die houdt voor deze tijd van het jaar nog niet echt over. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.